Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spetter, pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Spetter, pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Woorden, zuiverheid. De Nationale Kraaienpartij wil al heel lang zuiverheid van rassen. En daarom vond onze partij zoveel aansluiting bij de publieke opinie. En werd het een grote politieke partij. Ik hoop echt dat elke burger van dit land zich realiseert hoe belangrijk deze zuiverheid van rassen is. En stop de camera maar, dit gaat niet, jongens. In deze toespraak zitten te veel moeilijke woorden. Ik wil dat je dat herschrijft in gemakkelijkere taal. Zodat gewone burgers het ook kunnen begrijpen. Natuurlijk, president. Ik begin er meteen aan. En probeer duidelijke woorden te gebruiken. Ja. Bijvoorbeeld, wij kraaien zijn helemaal zwart. En daarom zijn we ook zo mooi. Er mogen geen witte kraaien zijn of gespikkelde kraaien. Prachtig. Dat is een schitterende uitdrukking, president. Schiet nou maar op en maak de nieuwe versie gereed. Ja, president. Is het nogal lawaaiig buiten of is er soms iets helemaal niet in orde met mijn oren? Nee, president. U heeft verbazingwekkend goede oren. Er staan idioten te demonstreren tegen de nieuwe wet. Onze manschappen zijn zo net gearriveerd en we zijn begonnen ze te verwijderen. Jullie mogen desnoods wapens gebruiken. U zegt niet zo tuurlijk, allemaal een beetje rustig hier. Oh. Is alles in orde? Ja, lief, alles is in orde. Maar ik geloof dat ik mijn enkel verslikt heb. Ik kan niet lopen. Verdorie. Auw. 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 Net goed. Val jij ook maar op je bek. Wacht, snuif. Auw. Je doet me pijn. Ik ben het. Alfred, je dopes kwak. Hé? Alfred? Waarom draag jij een uniform? Ben je ook lid van de partij geworden? Nee hoor, heus niet. Hoe bedoel je, nee hoor, heus niet? Ik heb dit pak aan om gemakkelijker in het paleis te komen. In het paleis te komen? Waarom? Nou, snuif, om Dolf te verdrijven natuurlijk. Hé, laten we daar naartoe gaan, Alfred. Kijk, daar worden de gewonde soldaten naar binnen gedragen. Een knalkans voor ons om ook binnen te komen. Prima idee. Het spijt me, snuif, maar ik denk niet dat ik je nu kan helpen met je vrouw. Dat is wel goed, Alfred. Daar kan ik zelf wel voor zorgen. In ieder geval, heel veel succes, hè? Bedankt. En wees jij ook voorzichtig. Ik hoop dat ik niet te zwaar ben, kolonel. Anders doen we het om de beurt. Mond houden, Alfred. Jij wordt verondersteld gewond te zijn. En nu moeten we dat geld gaan zoeken. Het moet toch hier ergens in het paleis zijn? Dat denk ik ook, want dat is de enige veilige plek daarvoor.
We moeten het zo snel mogelijk vinden. Denk je dat ze al in het paleis zijn? Nou, ik hoop het. Maar het zal niet zo makkelijk zijn om het geld te vinden. Ja, maar het allergrootste probleem is nog hoe ze het geld daar weg moeten krijgen. Als ze het eenmaal gevonden hebben. Dat lijkt me niet eenvoudig. Dat is waar. Zou dat wel mogelijk zijn? En gevonden? Hier is het ook al niet. Waar kan dat geld nou zijn? Waar zouden ze het verstopt hebben, zeg? Laten we gewoon verder zoeken. Het is veel te vroeg om het op te geven. Wat is dat voor kamer? Daar waar die twee wachtposten staan. Dat was vroeger het gastenverblijf. Zeg, wie zou daar binnen zijn? Het spijt me dat u moest wachten, aartsbisschop. Ik zal u nu voorgaan naar de kluis. We willen u laten zien dat we financieel erg sterk staan. Daarom verzoeken we u nu om mee te komen naar de kluis. Dan kunt u zichzelf overtuigen. Juist, ja. En zijn er in de kluis contanten? U kunt vandaag 1000 goudstukken meenemen in deze zak. De resterende 3000 brengen wij later naar uw bank. Is de kluis hier ver vandaan? Nee, we zijn er bijna. Het is heel erg stil hier. Dat komt doordat dit verboden gebied is. Hier is het aartsbisschop. Waar dan? Wat is dat? Dat is nogal onvoorzichtig. Hebt u geen wachtposten neergezet hier? Nee, we hebben geen wachtposten hier om niet de indruk te wekken dat hier iets belangrijks wordt bewaard. Komt u binnen. Oeh. Wat vindt u ervan, aartsbisschop? Dit zijn de geldmiddelen van de Nationale Kraaienpartij. Een financiële crisis zal ons nooit overkomen. We zijn er vrij zeker van dat de kerk altijd met ons zal meewerken, aartsbisschop. Heer, Nou, ga uw gang en doe de 1000 goudstukken in deze zak. Ik help u wel mee. Nee, dat hoeft niet. Dat doe ik zelf wel, hoor. Maar toch bedankt. 1, 2, 3, 4, 5. In de eerste plaats moeten we die man de cijfercombinatie zien te ontfutselen. Anders kunnen we niet bij het geld komen. Picobello, we schaduwen hem, overvallen hem, maken hem bang en dwingen hem om het te zeggen. Ah, dat is wel erg riskant. Ja, want hoe krijgen we al dat geld eruit? Ik had nooit gedacht dat ze zoveel zouden hebben. Er is een grens aan wat wij met z'n tweeën kunnen doen. Het heeft geen zin als we het niet allemaal tegelijk mee kunnen nemen. Dus het grootste probleem is om al dat geld de poort uit te krijgen. Ik wilde u laten zien hoe verrast hij was, president. Wat, wie? De aartsbisschop. Zijn ogen vlogen open, zijn mond viel open. En hij begon te kwijlen van al dat geld. Er was niks over van zijn waardigheid. Zo mag ik het horen, Geppe. Nou staat hij echt aan onze kant, hè? Gefeliciteerd, uw edele. Hé, is die kaas nou nog niet gesneden? Natuurlijk, meneer. Hé, schiet eens op. Hé, Dolf. Hé, wat heeft dit te betekenen? Door jou is mijn vrouw zwaar gewond. Kraaienkop, hier. Oh, vuile rat. Stop. Pak die rat. Schiet op en pak die rat. Wat sta je dan nou te doen? Ik beveel je die rat te pakken. Mijn bevel is wet, dus pak die rat.
Waarom blijf je daar nou zitten als een idioot? Hoor je dan niet wat ik zeg? Uw snavel. Wat is er mee? Uw snavel is opeens geel geworden, president. Mijn snavel? Oh. Krasso, is mijn snavel geel? Maak jij je maar geen zorgen. Er zit alleen maar wat kaas op. Dat is alles. Helemaal niet erg. Ik ga het gewoon weer afwegen. Hier. Ja! Vuile rat! Hang die rat op! Verpletter hem! Ik vermoord ze! Ik vermoord alle ratten en muizen! Ik zorg ervoor dat ze van de aardbodem verdwijnen! Al zal het laatste zijn wat ik doe, maar ze gaan weg in verrukking. Geen beweging meer, ratten, of jullie gaan er allemaal aan. Dat klinkt alsof er iets misgegaan is in het paleis, hè? Ja, inderdaad. Enne, heeft u al iets bedacht? Het spijt me echt, maar er schiet me werkelijk niks te binnen. Jou soms wel. Hé, wat vindt u hiervan, kolonel? Oh, ratten. Jazeker, en muizen. Hé, Alfred! Ha, Snuif, wat doe jij nou hier, Snuif? Ik ben achter Juliaan het paleis binnengeslopen en heb Dolf eens goed bang gemaakt. Dus dat lawaai wat we hoorden, dat was jij? Precies. In het paleis is voor ons muizen een labyrint van doorgangen. Zo krijgen ze ons nooit. Werd Dolf toen erg kwaad? Nou en of, hij was woedend. Ik gooide hem namelijk kaas in zijn gezicht. Knalgoed. Ja, maar weet je wat er zo vreemd was? Zijn snavel werd opeens helemaal geel. Oh. Wat is er, Alfred, kerel? Dat doet me aan iets denken. Dolf zijn snavel is van oorsprong geel. En van kind af aan smeert hij hem al in met schoensmeer. Hij is echt getikt. Maar hij is toch een kraai, Alfred? Een kraai heeft geen gele snavel. Daar is een simpele reden voor. Zijn moeder was namelijk een merel. Oh, vandaar. Hij wil absoluut dat het geheim blijft. Ik weet ook niet waarom. Nou, dat is nu eigenlijk ook niet belangrijk. Misschien kan het ons later van pas komen. Maar, Snuif, wij zouden jou om een gunst willen vragen. Dat kan hoor, vraag maar. Wat zou er op dit moment gebeuren? Zal ik eens gaan kijken? Geduld, Olly. We moeten nog wat langer wachten. Oh, met dit apparaat kunnen we met ze praten, hè? Ja. Dat kan, maar het is beter om het niet te doen. Want anders lopen ze misschien gevaar. Ik snap het. Igor, kun je me horen? Over. Daar heb je hem. Dit is Igor, Alfred. Over. Luister, Igor. Ik wil dat je vanavond om middernacht je medemussen stuurt naar de patio van het paleis. Hoe meer, hoe liever. We willen dat zij de goudstukken overvliegen naar Breed Rietland. Over. Prima, ik probeer er zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen. Oh, over. Als je niet genoeg mussen bij elkaar krijgt, vraag Olly dan om ook andere vogels te charteren. Over. Oké. Voorzichtig, Alfred. Er komt een patrouille soldaat aan. We verbreken het contact. Over. Ze zijn nog steeds op zoek naar Snuif. Niet alleen naar Snuif, denk ik. Ik hoop maar dat alles goed met hem is. Maak je daar nou maar geen zorgen over, Alfred. Hij werkt nu samen met de andere ratten in het paleis. Hij hoeft niet meer alleen te werken. Met z'n allen zal het best wel lukken, hè? Waar zou hij nu zijn? Het duurt zo lang. Hij moet de safe kraken. Dat is niet zo gemakkelijk, denk ik. Dat duurt eventjes, hè. Ik had moeten aanbieden om te helpen. Ja, maar wij zijn jammer genoeg te groot om door die rattengangetjes te kruipen. Dat gaat echt niet. Dat lukt ons nooit, hoor. Jawel, wij zijn er klaar voor. Wij zijn ook klaar hoor, Alfred.
Heel erg bedankt. Maar waar zijn ze nu dan, Olly? Het is wel heel erg stil. Hoeveel van jullie zijn er ongeveer? Nou, het is maar een heel klein groepje, hè, Igor? Ja, ja. Alleen mijn familie. Hm? Alfred, kijk eens. Oh, daar zijn ze. Als alles goed gaat, dan moeten de goudstukken hier eruit komen. En dan moeten ze zo snel mogelijk weg. Olly, ga jij je assistenten nu maar vasthalen. Het gaat beginnen. Oké, dat is goed. Er zijn tonnen met geldstukken, Igor. Laten we zo snel mogelijk aan het werk gaan. Prima, daar gaat hij. Woepie! Wow, daar komen ze aan! Opschieten jullie twee! Aan de slag! Aan de slag! Aan de slag! Dit is een succes! Een groot succes! Is rechtvaardig. En we hebben ook nog 5 luchtprojectielen nodig voor het einde van de maand. Ik weet dat het veel gevraagd is. Kom binnen. Excuseer. We zijn bereid om u vandaag 1000 goudstukken als voorschot te betalen. Ja, natuurlijk kan ik dat betalen. Heb ik ooit tegen u gelogen? Ja, Geppe, wat is er? Ik vrees dat u moet terugnemen wat u net zei. Wat? We kunnen projectielen krijgen. 1000 munt is niets voor die projectielen. Maar we hebben geen geldstukken om wie dan ook te betalen. Wat zeg je? Het is waar. Ik heb het gezien. Echt. De schatkamer was absoluut leeg. Ik heb het absoluut met eigen ogen gezien. Zeg jongens, in de houding. Dolf is rechtvaardig, hè? Dolf is rechtvaardig. President. Oh, nee. Wat is hier gebeurd? Toen ik hier gisteravond met de aartsbisschop was, was het geld er nog allemaal. Dat betekent dus dat er hier iemand heeft ingebroken nadat we weggegaan zijn. Jij was het, hè? Wat? Jij hebt het gestolen, dat moet wel. U maakt een grapje, president. Geen ik was het terug, niet. Geef me geld terug. De dief heeft het geld terug. Ik zei toch dat ik niks gedaan had? Ik weet dat jij het gedaan hebt. Wie kan het anders geweest zijn? Thuis. Bisschop? Nee, dat is alleen maar een gerucht. We hebben nog een heleboel contanten. Wat? Hoe kan dat? Kruis op! Binnen!
Oh, ik ben blij dat je er bent. Ik wil dat je Geppie hierheen brengt. Jammer. Hij heeft deze brief voor u afgegeven. Dit is het einde, Dolf. We kunnen niets doen zonder dat geld. Ik ga er vandoor en jij moet ook verdwijnen voordat het te laat is. De koning zal spoedig terugkeren en dan worden we gepakt. Oh, nee, nee, nee. De tijden van verdriet zijn voorbij. Ik heb een belangrijke les geleerd. En ik betreur het ten zeerste dat ik geen aandacht heb besteed aan het welzijn van mijn volk. Al het geld dat Dolf met zijn smerige zaakjes verzameld heeft, heb ik hier bij. En ik ben vastbesloten om het maar voor één ding te gebruiken. Het welzijn van jullie allemaal. En tenslotte, vanaf nu is er politiek van het volk. Door het volk en voor het volk. Zeg, pa, zullen we gaan eten? Van het volk en door het volk. Hij klinkt helemaal niet als een koning, hè? Oh. Wat is er? Er staat iemand voor de deur. Echt waar? Dolf! Oh. Jij hebt dit allemaal bekonkeld. Ik zal dit nooit vergeten. Nooit, nooit, nooit! Maar Dolf! Dit is je gelukt, maar eens zal ik weer machtig zijn en dan kom ik terug. Dan kom ik terug! Soms is hij ongelukkig, ontzettend